Ik ben Damien Tiemann. Ik ben Abu. Abu Kone, speler van PSV onder 17. Ik ga komende week voor jullie vloggen. Boys, welkom in die vlog dan! Hey! Wat ben je aan het filmen, joh? Goedemiddag, dames en heren. PSV onder 17. We zijn nu in de krachttronk. Hier is onze fysieke trainer. Oké, wat gaan we vandaag doen? We gaan nu starten, jongens. Moeten pushen, moeten pushen. Lekker wakker nu, klaar met douchen. Ja, nu maak ik me eigenlijk klaar om te gaan bieden. Lekker bieden. En na gebed een beetje eten en dan wachten. Ik ben er aangekomen. Super vroeg. Goedemorgen. Kunt u me vertellen hoe moeilijk het is om 5 uur op te staan? Heel eenvoudig. Als je na 10 jaar, 11 dagen om 5 uur nog op kan. Hè? Lelijk kaart. Je bent lelijk, man. Je bent lelijk, man. Hoe voelt het om zo vroeg wakker te worden? Ik weet dat pas vanaf gisteren. Het is wel zwaar. Zwaar, hè? Ja. Ja, dat begrijp ik. Hoe moeilijk word je wakker? Om 5 uur. 5 uur? Ja, ik heb al. Ja, dat doen we allemaal, hè? Ja, ik geloof het. Sommige mensen denken dat voetballen bij PSV zo simpel is. Maar ja. Dat is het niet, hè? Hoe voelt je het om zo vroeg wakker te worden? Ik ben dat gewoon. Hij is een leugenaar, maar niet zo mooi doen, hè? Hij is toch lelijk, dus ja. Geen een meid ga je toevoegen of snortje. Ik moet vliegen, vloggen, vliegeren. Ik ben Abu Ghola. Speler van onder 17. Nee. En ja, alleen voetbal. Zeker wel een zeker ben. Ik vlieg, vlag, vlog, vlieg. Goed werken, moet. Ik kan lezen, ik kan lezen. Maskus. Who are you and where do you come from? I'm Matthias and I come from Norway. Now living in a host family in Heldrup. And do you miss your parents? Sometimes, yes. Thank you very much. Oké, goedemiddag allemaal. Ik ga komende week voor jullie vloggen. We zijn nu op Strijp S op station. En ik ben hier met... Stel je even voor. Ik ben Joost de Schutter. De meest krikkels. We wachten nu op de trein. Daarna neem ik jullie mee bij mij. In de trein en dan in de bus en dan naar mijn huis. En dan zie ik jullie zo weer. We zijn nu in Best. Kijk, ik ben net uit de stad van de bus. Als het goed is, is mijn vader en moeder zijn niet thuis. En mijn zusje ook niet. Mijn vader komt over een uurtje thuis van werken en mijn moeder is net gaan werken. Vanaf hier moet ik nog ongeveer 3 minuten lopen. En dan zou ik je even voorstellen aan iemand die wel thuis is bij ons. Boep, boep. We zijn bij me thuis. Boep, boep. Ik zal even de voordeur openmaken. Boep, boep. Ga ik jullie voorstellen aan ons hond, jongens. Boep, boep. Lugan. Lugan. Boep, boep. Boep, boep. Lugan, kom eens. En ja, jongens, dit is Lugan. Zeker niet de kleinste. Is een Duitse dog. Hé, Mattie, Lugan. Je komt in een vlog, hè? Je staat nou in een vlog. Ja, dat is Lugan. Nou, jongens, ik had niks te doen op dinsdagavond, dus ik ben er best vooruit gegaan. Is niet mijn oude club, maar dat is Wilhelmina Boys. Ik ben bij Wilhelmina Boys begonnen in de minis, toen naar de Boykes. En uiteindelijk nog in de F1 en de F3 gespeeld. En toen naar PSV gegaan. En ik ga best wel vaak naar mijn vrienden kijken en zo, want ja, ze steunen me altijd. En als het wat moeilijker gaat, dan zijn ze er altijd voor mij. En ja, mijn vrienden zijn wel echt belangrijk voor mij. Hey jongens, dit was de vlog van dinsdag. Ik ga zo naar huis. Dan doe ik nog even wel trusten zeg tegen jullie. En dan zie ik jullie weer morgen. En een domme pakken. Ik heb net mijn tanden gepoetst. Het is bedtijd. Wel trusten allemaal. Ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen. Wakker worden. Nieuwe dag. Damien? Goedemorgen jongens, het is woensdag. We hebben vandaag een schooldag.
Gaat een lange dag worden. Het wordt van 8:30 tot 4:00 op school zitten. Ik neem hem nu vandaag mee naar school. Ja jongens, we zitten nu in de trein. Het is 7:30. De trein gaat nu naar Eindhoven station. En ik ben hier met... Hallo, ik ben Jesse. Ik zit in mijn vastgezin in Best. En ik speel nog maar 5 en ik ben even hier. Ja, we zijn nu op Eindhoven station. We gaan nu naar de buskant. En dan pakken we de stadsbus naar school. En dan zie ik jullie zo weer op school. Wie kom ik tegen op station? Jeroen Braafman. We zijn nu op school. Hey jongens, kijk, dit is onze klas een beetje zo. We zijn te laat, dus we moeten even een briefje halen bij Lood. Lood regelt alles voor ons. Die zorgen dat wij kunnen trainen en zo. En als je een toernooi hebt, zo moet je daar allemaal regelen. Dan krijg je vrijstelling. Schrap, je moet dan lesje. Hey jongens, dit is onze school. We gaan nu naar het les. We hebben de eerste, we hebben geschiedenis. Dus ik neem jullie even mee. En dan moet je hier van een muziekje opzetten. Precies, hier komt een goede muziek onder en dat komt helemaal goed. We gaan dus nu het leslokaal inlopen. Fuck up boys. We zijn nu onderweg naar een lokaal waar we allemaal moeten studeren. Dit is het moment toch? Mevrouw Fuchs. Dit is meneer Jenniskens van Lood, die regelt alles voor ons. Matthijs Bel uit ons team, Pees 117. Harry J uit 116. Harry J, Boradeo. Nigel Lonwijk en Manu. Dit is Jopie uit 119. Je hebt hier Greg uit onder 19. Hier hebben we Koen uit onder 19. Daarachter is Jurre. Jurre Beslaan. Het is een nauw pauze. We gaan even op zoek naar jongens uit ons team. Ah, daarachter hier. Joche en Matta. Dit was onze schooldag. Tot 4:00. We zijn nu klaar. Daar ben ik weer jongens. Ik kom net terug van school. Nog even wat gegeten in de stad. Ik ben nu bij de kapper. Ik ben lekker geknipt. En zo naar Ahmed. Door de fascinerende mensen hier. Ik wens jullie allemaal een goede avond. En ja, welkom allemaal bij ons, hoor. Maatje, ook fijne avond. Fijne avond. Volgende keer, Maatje. Volgende keer. We gaan nu via de PSV-bus gaan we dan naar de hertgang toe. En de bus naar de hertgang en dan gaan we trainen. En hier staat iedereen van PSV. Goedemiddag allemaal. Ik ben hier met Joost Schutter. Goedemiddag. Dit is onze buschauffeur die ons altijd goed brengt naar de hertgang. Meneer, heeft u wat te zeggen? Leuk. Hallo, hallo. Ik ben Abu Kone, speler van PSV onder 17. Ik kom uit België. Ik speel inmiddels al 6 jaar in PSV. Super blij, super tevreden. Leuk. Ja, 6 maanden geblesseerd. Ik heb mijn kruisband gescheurd en nu ben ik gewoon aan revalideren. Kom zeker lekker uit, hè. Kom harder terug. Let's go. 3, 2, start. Ah! Leuke training. Klaar met trainen, onderweg naar België. Zware trainingen, zware dagen. Andy, stel je eens voor. Dag, ik ben Andy Koshi. Ik speel bij de onder 17 van PSV. En Abu is mijn teamgenoot. Ja, je komt van Anderlecht, hè, dit jaar. Ja, zeker. Ik denk dat PSV een grotere club is. En we werken hier veel professioneler. Ik zie er naar uit om hier door te breken. Bedankt Andy, bedankt broer. Baby love you, I'm loving you. Ik ben zo blij om haar te zien. Ik zal jullie laten zien waar alles eigenlijk een beetje begon. Ja, hier zijn we nu in Antwerpen, Stavenbergsplein. 2060. Hier begon het eigenlijk een beetje. Veld. Ik ben met mijn beste vriend. Hij heet Abu, ik heet Abu. Ik denk dat dat wel de band wel sterk maakt. En Abu, kan je wel iets over mijn leven eigenlijk vertellen? Ja, zijn leven is echt heel zwaar. Altijd vroeg opstaan. Toen hij in Beerse speelde, zagen we wel van deze man heeft veel potentieel in maken. Hij is er nog niet, maar hij werkt heel hard elke dag. Nu speelt deze man in PSV. Met de wil van God komt alles goed. En dit is het pannacootje. Hier heb ik eigenlijk veel panna's gekregen. Ja, Abu, waar zijn we nu? We zijn in Paspoort Noord. Dat is misschien 2 minuten stappen van die andere pleintje. Hier leer je echt wat hard voetbal is. Weet je. Als je hier gewoon speelt, denk ik dat je gewoon ook gewoon op het veld kan spelen. Ja, super mooi. Het is 5:00 nu. Kom zoals hier komt. De chauffeur me halen. Om naar Nederland toe te gaan. Super zwaar.
Ik vlieg, vlag, vlog, vlieg. Bedankt voor het kijken allemaal jongens. Dit was de vlog van de Abu en mij. Zeker. PSV 117, een kijkje in ons leven. Je ziet het, Abu moet veel harder opstaan dan ik. En ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En dan laat een reactie in de... Het was super tof voor ons. En het was voor jullie eigenlijk. Kijk het goed. Geniet ervan. Dus bij deze, dit was de vlog. SO! Lily Tigre. Damien, Timon, laatste teken. SO!